Goeiedag. Mocht u deze week ons dagjournaal gemist hebben, dan hebben we hier een weekoverzicht van de afgelopen week met de belangrijkste gebeurtenissen van dag tot dag, uitgezonden op Regio TV Info Thuis. Burgemeester Michel Bezuijen van Zoetermeer heeft koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan 3 vrijwilligers van de atletiekvereniging Ilion die 50 jaar bestaat. Rini van Leeuwen was al vanaf de oprichting van Ilion lid en vrijwilliger bij de atletiekvereniging. Als trainer van de hoogspringers wist hij Nederlandse en internationale grootheden tot knappe prestaties te brengen, waaronder de Olympische medailles. Hij heeft ook het logo van de vereniging ontworpen. En Jaap van der Plaat is al 41 jaar actief. Als trainer van de polstokhoogspringers ontwikkelde hij zich als één van de specialisten in Nederland. Daarmee groeide Ilion in de jaren 90 uit tot dé plek voor polstokhoogspringers. En Kees Franken is al ruim 30 jaar actief. Hij is trainer van de hardloopgroepen en mede dankzij zijn begeleiding slaagden heel wat leden erin om marathons in Nederland en het buitenland te voltooien. Ze werden benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau voor hun vrijwillige inzet van Ilion en de atletieksport. Vanaf 17 september organiseert de gemeente Den Haag de actieweek Schone Buurt 2022. Een week lang worden de schoonmaakmaterialen zoals een afvalknijper uitgedeeld in de stad en wordt iedereen gestimuleerd de rotzooi op te ruimen. Ook zijn er speciale opschoonactiviteiten. Zo is er een cursus bloggen, dat is hardlopen en vuil opruimen tegelijkertijd. Om de actieweek te ondersteunen is er een promotiefilm gemaakt. Wij houden van onze stad. Van de sfeer, de mensen, de parken en het strand. Jij toch ook? Help daarom een handje mee en gooi je afval niet op straat, maar in de prullenbak. Zo houden we het schoon. Samen voor onze stad. Winkelcentrum de Julianabaan in Voorburg wordt de komende jaren vernieuwd. Niet alleen het winkelgebied, maar ook de ruimtes daaromheen. Een impressie. Het centrum wordt groener, duurzamer en beter bereikbaar, zodat het weer tientallen jaren mee kan. De gemeente nodigt bewoners, winkeliers en bezoekers uit om hun dromen en ideeën over de toekomst van het gebied te delen. De gemeente wil het huidige winkelcentrum de Julianabaan en omgeving klaarmaken voor de toekomst. De openbare ruimte van het winkelgebied wordt aangepakt en aantrekkelijker gemaakt. Zo blijft er voldoende ruimte om prettig te wonen, te winkelen en elkaar te ontmoeten. Uitgangspunt is dat het gebied goed bereikbaar blijft voor de fietser, de voetganger en de automobilist. Fietsvoorzieningen worden verbeterd en er wordt onderzocht of een parkeergarage in het gebied mogelijk is. Daarnaast onderzoekt de gemeente of een bibliotheek, theater en mogelijk ook andere functies samen in één gebouw gehuisvest kunnen worden. Burgemeester Van Bijsterveld en wethouder De Gooyer van Delft hebben tijdelijke noodopvang voor de vluchtelingen bij de TU Delft geopend. De eerste bewoners hebben inmiddels hun intrek genomen. In totaal worden hier 220 vluchtelingen opgevangen voor maximaal 5 maanden. Tijdens het afbouwen van de locatie bleek dat de watervoorziening was verontreinigd met een Legionella-bacterie. Er is nu een voorlopige watervoorziening aangelegd. De gemeente Delft werkt voor deze locatie samen met de TU Delft. De opvang is hard nodig om de situatie in Ter Apel te verlichten, waar de afgelopen maanden verschillende keren mensen buiten moesten slapen in mensonterende omstandigheden. Het wapenschild van de provincie Zuid-Holland hangt terug op zijn plek aan de gevel van het provinciehuis. En dat werd feestelijk gevierd. Een impressie. Dames en heren, dat wapenschild hangt weer en wordt zometeen onthuld. En daarmee heeft het gebouw ook aan de buitenkant weer helemaal de uitstraling die we willen. En nu hebben we dan weer met elkaar zo'n prachtig gebouw. Ons gebouw is klaar voor de toekomst. Ja.
Het is prachtig. Het is nog mooier als vroeger. Het glimt en het is prachtig. Ja, heel mooi. Het goud is heel fel, maar dat kan ook zijn, het heeft hier 25 jaar gehangen, dat het verkleurd was. En dat zeggen ze ook, dat het wat aangetast was door het weer. Het is heel mooi. Heel leuk. We hebben natuurlijk een prachtig kantoor mogen renoveren, maar het wapenschild was ook een beetje verkleurd. Dus we hebben gezegd van laten we dat als cadeau geven aan helemaal het einde van de renovatie, zodat de provincie ook weer een prachtig blinkend schild heeft aan de muur. En dat is gelukt. Tot zover het weekoverzicht van regionieuws.tv. Heeft u nieuws te melden? Mail dan naar onze redactie. Dat kan naar redactie@regionieuws.tv of via WhatsApp naar 06 1970 2510. En kijkt u via YouTube, vergeet u dan niet te abonneren. Dank voor uw aandacht, een fijn weekeinde en blijf vooral gezond.